Eindelijk, een klein jaartje verder en we krijgen nieuwe content. Kitpakketten vind ik te klein, zit geen gameplay in. Trouwen, dat konden we al en landelijk leven is 11 maanden geleden. Maar we krijgen een nieuwe gamepack. The Sims 4 Weerwolven, aanstaande donderdag komt die uit. Tijd voor dus weer een trailerreactie. Oké, die trailer is intens. Ja. Er gebeurt heel veel in die trailer. En die trailer begint heel erg spooky. Want je ziet natuurlijk gewoon allerlei Sims die hun alledaagse activiteiten doen. En poef, het is donker en de mensen zijn verdwenen. En dan zie je ergens anders Sims die allerlei activiteiten doen in het dagelijks leven. En poef, het is donker en ook daar zijn andere Sims verdwenen. En dan zie je een meisje door het bos lopen. Die wordt volgens mij achtervolgd en gebeten door een weerwolf. Want ze hadden natuurlijk opeens die rode plek op de arm. Ik denk dat dat dus is dat je gebeten bent. Net als dat als je vampiers hebt, dat je dan natuurlijk van die stipjes in je nek ziet. Maar ik vraag me dan ook af hoe dat dus precies in zijn werk gaat. Omdat bij vampiers, als een vampier zeg maar jouw huis binnendringt en ongevraagd plasma komt drinken, dan wordt jouw sim geen vampier. Wat moet jouw sim dan specifiek vragen aan een vampier van, kan je mij turnen zeg maar? En hoe gaat dat dan met weerwolven zijn? Kunnen weerwolven jou random turnen? Of ligt dat echt aan wat jouw sim wil? Want ja, in de trailer kwam er natuurlijk zo'n tekstje dat de trailer niet helemaal precies is wat de daadwerkelijke gameplay wordt. In deze trailer wordt natuurlijk een meisje achtervolgd in het bos en die wordt er door een weerwolf gebeten. En dan wordt ze vanzelf ook weerwolf. Wat er nogal pijnlijk uitzag, die transitie. Maar ik weet ook van de makers van The Sims dat toen vampieren uitkwam, dat ze heel specifiek hadden gezegd dat hoe jij met jouw sim speelt, dat je daar altijd invloed op hebt. Dus dat jouw sim niet ongevraagd opeens een vampier kan worden. Dus ik neem aan dat ze dat ook met weerwolven zeg maar gaan doen. Ja, voor de rest een nieuwe wereld. Geven een beetje dezelfde vibe als de wereld van Magisch Rijk, waar we dus de toversims van hebben. Wat ik dan wel weer een grappig detail vind is, we hebben de gamepack The Sims 4 vampieren met occult vampieren. Dan krijgen we nu The Sims 4 weerwolven met occult weerwolven. Dan hebben we The Sims 4 Magisch Rijk met toversims. Waarom heet dat niet The Sims 4 toversims of zo? Die naam is opeens een mismatch. Wat ik tot nu toe weet van The Sims 4 weerwolven is wat ik dus nu in deze trailer heb gezien. Ik heb hier en daar wat plaatjes ook op Twitter voorbij zien komen en wat feitjes. Zo weet ik dat weerwolven hun eigen plumbob krijgen, hun eigen wieg krijgen en hun eigen urn krijgen. Wat dus niet in deze trailer te zien was, is dat ze hetzelfde systeem krijgen als wat je dus met vampieren hebt. Dus dat je punten kan sparen en allemaal bonus eigenschappen en zo kan uitkiezen voor je weerwolf. Dus dat wordt interessant. Wat ik een beetje zag in de trailer is dat weerwolven blijkbaar gewoon random op de grond kunnen piezen. Als een roedel 's nachts ergens hoog op een berg kunnen gaan
hoe we doen. We zagen volle maan. Dat vond ik interessant. Want we hebben natuurlijk met de Sims 4 jaargetijden het hele weersysteem erbij gekregen. Dat je dan ook zeg maar in het midden van je scherm het weer kan zien. Of het zonnig weer wordt. Of dat het bewolkt wordt. Of regen of sneeuw. Gaat het maancyclus daar ook op komen te staan? Dat je dus volle maan hebt en gewassen maan of zo. Weet je, dat de maandje de ene kant is of de maandje de andere kant is. Gaan we dat dus ook krijgen? En dat je dus als je dus een sim hebt, dat zodra het volle maan is en jouw sim stapt buiten in het maanlicht, dan poef weer of. Daar ben ik benieuwd naar. Maar laten we gewoon hier en daar nog wat stukjes uit de trailer pakken. Ik ga niet de hele trailer doornemen. Gewoon hier en daar wat leuke stukjes die mij opvielen, waar ik gewoon nog eventjes naar wil kijken. Kijk, hier zien we dus die rode vlek op de arm. Dat ze dus gebeten is en dat ze dus eigenlijk besmet is met het weerwolvengen of zo. Wat ik me trouwens dan ook afvraag, gebeurt dat alleen in deze wereld? Of gaan we dus ook weerwolven tegenkomen in andere werelden? Want het is natuurlijk wel zo met de vampieren, maar niet met de toversims. Kijk, nieuwe spulletjes. En ze laten natuurlijk nog veel meer nieuwe spulletjes zien. En nieuwe kleding en kapsels en dat soort dingetjes. Maar dit ziet er wel top uit. Toch echt een beetje die grudge look. Een beetje dat hout. Een beetje cabin-achtige look. Ik vind het wel top. Ik vind het er tof uitzien. Volle maan. Het gaat nou op dit moment niet zo heel erg goed met deze sim. Maar ze heeft wel hele leuke armbanden. En nou is ze een weerwolf. Wat mij wel een beetje een ding is, wat me is opgevallen. Alle weerwolven er meteen zo mannelijk uitzien. Dit is een vrouwelijke sim. Ze had er een heel schattig knotje in. Ze had er gewoon een normaal figuurtje. En nou lijkt het zo'n brede mannelijke sim opeens. Dat vind ik wel een beetje jammer. Er zit niks vrouwelijks meer in. Wel moet ik zeggen, het zijn hele schattige weerwolven. Ik vond die van de Sims 3 echt foei lelijk. Dit is wat leuker om naar te kijken als je aan het spelen bent. Want in de Sims 3, ik wilde nooit met de weerwolven spelen. Ik wilde altijd met de elfjes en zo spelen, want die zagen er veel mooier uit. Ja. Ja, wat moet ik hiervan zeggen? Kijk, je kan dus een peutertje leren om zeg maar naar de maan te janken. Dat vind ik wel schattig. Voor mij ziet dit er een beetje hetzelfde uit als wat je met vampieren hebt. Dat die ook met elkaar kunnen trainen, zeg maar. Ik denk dat dit een beetje hetzelfde concept is. Hier zien wij een vampier een gat in de grond graven. En op een later moment in de trailer komt hij ook spontaan ergens anders op een andere plek met een gat uit de grond. Het zou mij niks verbazen als dit dus een van die krachten is dat als je punten hebt verdiend, dat je die zou kunnen kopen. Maar een grappige manier om te reizen naar locaties. Het enige wat het natuurlijk verpest is. Ik weet niet in hoeverre dit werkt. Kan je gewoon op één kavel een gat in de grond en dat je aan de andere kant van de kavel eruit komt? Of kan je ook echt van kavel naar kavel? Want dan krijgen we natuurlijk zo'n stom laadscherm er tussendoor. Kijk die look van deze. Helemaal in de rocker vibe. Hij heeft zelfs nagellak op. Of hoort dat? Zijn dat de klauwen of zo? Maar het ziet eruit als nagellak. Eerlijk, tof eindshot. Prachtig eindshot. Ja, wat mijn indruk van deze pakket is, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik ben zelf namelijk meer natuurlijk een speler die van meer realisme houdt. En vooral ook pakketten wat je ook op de lange termijn veel vaker kan gebruiken. En dit is echt een occult specifiek. Maar wat ik wel moet zeggen is, heel vaak vragen mensen wel eens van, nou ja, welke pakketten vind je echt de prijs waard? En als het om de gamepacks gaat, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, vampieren vind ik wel de 20 euro waard. Want ondanks dat vampieren heel specifiek is, je speelt dan echt met de vampieren, zit er zoveel diepgang in en vind ik het de beste vampieren van de complete Sims-serie. Ik vind het beter dan de voorgaande Sims-edities. En die vind ik dus echt de 20 euro waard. Dat heb ik met Magisch Rijk niet, omdat ik de toversims en de gameplay daarvan heel erg herhalend vind. Dus op een gegeven moment ben ik er een beetje op uitgekeken. En ik hoop gewoon dat ze dus deze weerwolven gamepack een beetje in diezelfde hoek zijn gaan zitten als de Sims 4 vampieren. En dat die dus ook de 20 euro waard gaan zijn. Maar dat gaan we dus ontdekken, want ik krijg weer early access van deze gamepack. En ik ga dat live streamen op Twitch. Je vindt de datum en tijdstip in de reacties onder de video. Als de stream al geweest is, dan vind je daar het linkje. Dus kom gezellig kijken wanneer ik live ben. Of kijk de stream lekker terug. Dan gaan we ontdekken wat ik van deze gamepack vind. Als we hem lekker gaan uitproberen met mijn Sim Selfie. Misschien gooi je er een huisgenoot bij die een vampier is. Nee, die een weerwolf is. Ja, dus twitch.tv/Kimpuls. Linkje vind je in de beschrijving. En dan zie ik je daar op Twitch. En abonneer ook zeker op dit kanaal voor meer video's. Zowel over de Sims als tegenwoordig gameplay video's van andere games. Die ik dus op Twitch speel. Klik op die knop. Laat een leuke reactie achter. En dankjewel voor het kijken. Oh ja, en laat ook in de reactie achter wat jij dus van deze gamepack vindt.